Emilio! Ja, Emilio, het wordt tijd dat ik jou weer zie. Ik weet niet eens of je nog speelt in Toemelen, maar ik sprak vorige week Theo Maas en die zei: wil je niet weer eens een keer MC'en in Toemelen? En toen zei ik: dat doe ik alleen als Emilio er ook is. Dus dat is een opdracht. Maar nu de vraag: als wij, jij en ik, samen iets zouden moeten spelen, waar denk jij dan aan? Wat een fantastische vraag. Ten eerste antwoord op je eerste vraag is ja, natuurlijk. Zodra ik je op het rooster zie staan, dan ren ik naar Toemelen. En dan ga ik samen met je optreden, hartstikke leuk. En mochten wij ooit samen, echt samen op hetzelfde moment op het podium staan, dan denk ik dat ik het eerste waar ik aan dacht was dat ik jou heel graag iets, serieus zou willen zien doen, omdat dat, ja, je een meesterlijke clown bent en ik vaak zie dat soort, dat je dan heel goed kan acteren, dan kun je waarschijnlijk ook gewoon meesterlijk iets heel serieus doen. En dat jij dan heel gaaf bent als in King Lear en dat ik dan een beetje zo mag shinen naast jou, dat lijkt me wel tof. Maar carrière technisch, voor mijzelf, als we ooit samen iets gaan doen, dat lijkt me heel tof als jij een soort mijn vader bent, mijn teleurgestelde vader. En dat je dan gewoon heel grappig gaat doen en dat ik dan naast je mag shinen. Heel graag. Dag net. Wat leuk dat je er bent. Ik ga jou een vraag stellen. Ten eerste, het is natuurlijk eigenlijk de eerste vraag die ik je zou willen stellen, is dat je me alles wil leren om net zo groot te worden als jij. En dat zou ik heel tof vinden. Maar als vraag heb ik bedacht, het is eigenlijk een beetje een narcistische vraag, is het. Maar toch, als je een liedje over mij zou schrijven, wat zou dat dan als titel hebben? En niet zeggen dat de titel is Emilio Guzman, wie is dat? Want dat liedje ken ik al. Toch?